Bij mij te gast in de laatste Dommeland Live van dit seizoen, een dame en een heer. Blijf kijken, dan weet u meer. Welkom bij Dommeland Live. Bij mij aan tafel Natasja Willems en Ger van den Oetelaar. Welkom in deze allerlaatste aflevering van dit seizoen. Wil ik met jou beginnen? Ja, we kennen jij natuurlijk allemaal. Jij bent een bekende bokselaar vanwege jouw winkeltje. Natasja winkeltje. Winkel, Natasja Fashion. Ja. Maar wat ik me nou afvroeg, hoe ben je ooit begonnen? Waar komt die interesse van de kleding vandaan? Of het was een grapje. Ik kom eigenlijk uit de zorg. Ik heb 25 jaar in de zorg gewerkt. In de zorg? Als? Ik was gastvrouw. Oh. En ik heb op een psychiatrische afdeling gewerkt. En op den duur bij de ouderenzorg. Bij de Greveling in 's-Hertogenbosch. En ik werkte maar 16 uurtjes. De kindjes waren klein. En toen had ik bedacht dat ik thuis een winkeltje ging beginnen. Oh. Ik ben altijd een beetje impulsief. En zo is het eigenlijk begonnen. Hoe ben je begonnen dan? Gewoon thuis? Thuis in de overkapping. Daar had ik een winkeltje gemaakt. En zo ben ik eigenlijk begonnen. En dat smaakte naar meer. En toen heb ik het kleine pandje gehuurd waar ik eerst in zat. En toen was mijn droom het grote pand. Nou, en daar zitten we nu 6 jaar in. Die is uitgekomen, die droom. Ja. Natasja, dan heb je in de zorg gewerkt. Dan denk ik, is er een connectie met de zorg en wat je nou doet? Ja, dat denk ik wel. Een beetje het contact met mensen. Ik vind het heel leuk om met mensen om te gaan. Dan hoef je niet te zorgen. Nee, maar we zorgen toch altijd wel een klein beetje wel voor een bakje koffie, bakje thee, praatje. Dus daar zit zeker denk ik wel een verband. Ja, en ben je geboren in Boksel? Ik ben geboren in Boksel. Of in Es, toch? Ik ben geboren in Boksel en toen ben ik naar Es. Daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Kijk. En nou weer even kijken, 30 jaar alweer in Boksel. Zo. Ja. En bevalt het? Bevalt heel goed. Ja. Hoe komt het? Waarom? Leuke vent, ik heb 2 dochters, een leuke winkel. Ik woon op Seelissen. Hele leuke wijk. Dus ik heb het helemaal naar mijn zin in Boksel. Ja, nou mooi. Ja, zeker weten. Dan gaan we naar Ger, heb je het ook in zin? Ja, heel goed naar mijn zin. Ik ben niet geboren in Boksel. Ik ben in Liemt geboren natuurlijk. Ja, dat is... Ik geboren en getogen in Liemt. Ik woon op Kasteren, dus Hoe Liemtser kan het? Nou, daar blijf ik ook. Ik heb geen enkele behoefte om wat dan ook om ergens anders gaan te wonen. En ik heb het heel erg naar mijn zin, ja. Jazeker. Ik heb eens even opgezocht. Als je jouw naam intoetst, dan krijg je op een gegeven moment wat je allemaal nu doet. Staat ook wat je hebt gedaan. Dat is ook al een hoop. Maar ja. Mag ik even voorlezen uit... Even bezig, hè? Maar dat hoeft voor mij niet voor te gelezen te worden. Oprichter en voorzitter Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud. Bestuurslid... Stichting Landschap Het Groene Woud. Oprichting en pennemeester Stichting Kartuizer Klooster Sint Sophia van Constantinopel. Ja. Oprichter en bestuurslid Natuurwerkgroep Liemde. Oprichter en bestuurslid Erfgoed Brabant Kerk Liemd. En penningmeester Stichting Brabantse Klomp. Dat is niet niks. Nou, breek ik met de klomp. Dat is niet niks. Heb je nog vrije tijd? Of, Ja, ik kan maar zeggen, maar ik denk dat... Dat heel veel mensen erg actief zijn, maatschappelijk actief. En ik kom allemaal heel erg actieve mensen tegen. Dus ik heb nooit gedacht dat als je zo'n lijstje opmaakt, ja, dan kan ik het ook. Maar je bent gewoon de ene dag komt naar de andere. En ik heb heel mooi werk. En ik heb in mijn vrije tijd ben ik vaak met diezelfde soort dingen bezig. Ja. Wat is jouw werk? Ik ben 12 jaar wethouder in Boksel geweest. In 2010 heb ik door de voordeur afscheid genomen. Dat is wel tegenwoordig, voor de politiek is dat niet altijd zeker dat je door de voordeur weg kunt. Wat is dat? Wat bedoel je ermee? Door de voordeur, ja. En heel vaak gaan ze door de zijdeur weg. Ja. Of langs de achterdeur. Of langs de achterdeur, dus dan werken. Ja, en ja, ik ben in 2010 bij ARK begonnen. En waar ik voor werk is om landbouwgrond om te zetten in natuur. Dat is ook waar mijn hart ligt, waar ik al vanaf dat ik iets langer later ging lopen met bezig ben geweest. En wij kopen als ARK landbouwgrond op en maken daar natuur van. En nadat we 700 hectare gedaan hebben in Limburg, ben ik in 2019 het Groene Woud begonnen. Dat zeg ik niet zo snel, want... Ja, sommige mensen hebben groene vingers, maar jij bent helemaal groen volgens mij, of niet? Ja, daar wil ik ook zo blijven. Ik heb een groen hart en groen bloed. Dat is allemaal. En daar ben ik ook heel blij mee, ja. Ja, want waar je net over had, dat heb ik even... ARK Rewilding heet dat, toch? ARK, ja. Nou heet ARK. Het eerst ARK. Natuurontwikkeling, nu Rewilding. En
Ja, dat is nou een beetje een meer moderne term. Maar we zijn trekker van het realiseren van de natuur voor de provincie. En we hebben nu ongeveer 450 hectare landbouwgrond gekocht. En sinds 2019, en die, maar dat is mijn werk, hè. Die zetten wij om in, ja, in ik bedoel, natuur. Je belt gewoon aan bij een boer van hallo, er lopen hier koeien. Wat dacht je ervan om daar eens natuur van te maken? Of? Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Maar, ja, dat is heel te kort op, nee. Maar het is wel zo dat het op de deur kloppen en vragen dat je een bod kunt doen. Dat is wel een normale methode. En wij zijn, staan goed bekend, dus wij worden ook veel gebeld tegenwoordig. Ja? Ja, maar dat is gewoon mijn werk. Hè. Daar is wel, we zijn heel succesvol daarin. Ik wandel al, of kom al sinds dat ik, denk sinds dat ik 10, 12 was in de Gilders. Ja. En ik heb altijd de Gilders groter willen maken. Ik ben nou niks anders aan het doen dan de Gilders groter maken. Nou, dus, we hebben ook een stukje film van jou, dat je in de Gilders rond banjert. Ik heb samen met Dolf nog films gemaakt. Dolf voor de camera, die neemt mij iedere keer op de korrel. Ja, maar dat is al heel lang geleden. Ja, dit ben jij een mooie foto. Ja, maar dit is modern. Dit is modern, maar met Dolf, dat is denk ik wel 40 jaar geleden. Zo goed. Ja, ja, ja. We gaan even de film bekijken. Ja, dit, dat water, dat is gewoon het goud van met de leem die eronder ligt. Het water kan moeilijker weg. En dat geeft een heel hoge natuurwaarde, een heel specifieke natuur. Wij brengen eigenlijk voor een flink percentage brengen wij soorten in die hier van nature thuis horen, maar die er weinig meer zijn. Dus een derde verschillende soorten. En op het moment dat die zaden gaan maken, dan zijn dat de bronnen om hier dan dat, hier die leembos zichzelf ontwikkelt. Ja. Ja, dat is mijn werk. Ja, en dat wordt elke dag mooier. Dat is juist het mooie van, kijk, ouder worden gaat elke dag een beetje minder. Maar natuur ontwikkelen, dat gaat elke dag een beetje meer. Mensen denken, de natuur verdwijnt langzaam. Maar als ik het zo zie, komt er juist natuur bij. Nee, dus je kunt de hele dag mee bezig zijn met dingen die niet goed aan de natuur. En dan kun je programma's van jullie overvullen en dan ben je dagen bezig. Maar mijn werk is om te kijken wat je wel kunt doen. En dat proberen zo goed mogelijk te doen en zoveel mogelijk. En dan het liefst in je eigen omgeving. En ik heb dat heel veel gedaan dan in Limburg sinds 2010. En ik ben vandaag nog rond geweest en dan zie je wel overal. Ja, 450 hectare is nou al veel hoor. Dat is veel, ik zou zeggen, begint er maar eens aan. Maar dat is wel waar ik zelf elke keer heel erg blij van word. Dat het gewoon helpt. Het helpt gewoon. En als je dan vorig jaar kijkt en je komt op de plekken nu weer, dan zie je dat die natuur zich ontzettend hard ontwikkelt. Tuurlijk gebeurt er helemaal minder dingen, maar er zijn heel veel dingen die ik niet kan. Een paar dingen die ik wel kan, ten dienste van moeder natuur, en dat doe ik met liefde en plezier. Moet ik dan voorstellen, je rijdt door Brabant in je autootje en dan zie je ergens een stuk grond en denk je, nou, dat zou wel eens... Nou, kan je dat zien aan het soort grond of zo? Van, nee, het is wel zo dat... wij hebben rentmeesters. Hè? We hebben heel goede rentmeesters. Die doen de feitelijke onderhandelingen. Ik zit als projectleider, laat zeggen, op de achterhand. Ik zit niet bij die onderhandelingen, want anders moet jij beslissen. En op de achterhand zitten is natuurlijk strategisch altijd veel gunstiger. Ik stuur die rentmeester op pad om landschaps-ecologische redenen. Dus een beetje zoals jij vertelde, dat zijn geschikte stukken, die zijn nog geen natuur, daar is geld voor beschikbaar. En we hebben heel goede rentmeesters en dan kopen wij op het algemeen vrij vlug. Ja. Ja, want ik denk dan in de huidige situatie van de stikstoftoestanden, dat veel boeren worden ook uitgekocht, dus je krijgt nou steeds toch meer aanbod van land. Nee, je moet het toch, het is gewoon hard werken, maar dat is helemaal niet erg. Dat zou je verwachten, hè, dat er steeds meer boeren, het is juist het laatste jaar, dat het aanbod wat minder is. En de prijzen stijgen gigantisch. Dat lees je overal in de kranten. Maar wij werken heel veel samen met Groen Ontwikkelfonds Brabant. Die zorgt dat wij voor de natuur die op de goede plaats ligt betaald krijgen. Dat wordt dan via het Groen Ontwikkelfonds Brabant geregeld. Brabant is daar uniek in.
Dat mag wel even gezegd worden. Dus je hebt 12 provincies in Nederland en je hebt Brabant, die staat vooraan. En dan, het gaat om? Om de duur te kunnen realiseren met geld van de overheid. Oké. En dan staat Brabant vooraan en dan komt een hele tijd niks. En dan nog een hele tijd niks. En dan nog een hele tijd niks. En dan nog een hele tijd niks. En dan past er de volgende provincie. Dus, ja, en waarom is dat? Nee, want het geld wordt beschikbaar gesteld door de provincie. Onze politiek heeft ervoor gekozen destijds om toen Essent verkocht wordt. Dat is al een hele tijd geleden. De aandelen van Essent zijn verkocht. En toen heeft de provincie 450 miljoen in een potje gezet om te zeggen van daar gaan wij Brabant mooier van maken. En daar kan nog steeds van geprofiteerd worden. Ja, dat is een ontzettend goede zaak. Ja. En in Limburg is het weer politiek veel gevoeliger. Toen ik begon stonden ze met open armen op ons te wachten. Terwijl nu kunnen ze het woordje natuur nog niet foutloos meer schrijven. Dus politiek, ik zeg al, politiek heeft geen geheugen en geen geweten. Nou, ik mag het zeggen, ik ben 12 jaar in politiek gezeten. Ja. Maar daar loop je dan in Limburg wel tegenaan. Ja. En ik ben dan heel blij met gewoon de Brabantse provinciale politiek. Met open armen ontvangen, Natasja. Jij ontvangt jouw klanten ook met open armen? Ja, tuurlijk. Wat ik zo mooi in jou vind, ik zie jouw filmpjes natuurlijk. Daar moet ik altijd wel een beetje om lachen. Er zit altijd wel een soort van humor in. Ik ben hoe ik ben. En ik kan geen toneelstukje opvoeren. Nee, je begint altijd met hallo dames, of hoe zeg je? Het is hallo dames. Ja, en ik praat heel plat en dan probeer ik het netjes te doen, maar ik heb het losgelaten. En ik doe één keer een filmpje. En als je fout gaat, gaat je fout. Ja, je praat nou best wel ABN eigenlijk. Ja, ik zit hier mijn eigen beetje uit te sloven natuurlijk. Ja, ja, normaal... Wijntje erbij misschien, Silta? Nee, ik drink geen alcohol. Nee, helemaal goed. Lust ik niet. Nee, ik ben gewoon wie ik ben. Ja. En de een vindt dat leuk en de andere vindt het niet leuk. En die moeten maar niet kijken. Dat is altijd goed, snap je? Ik heb een mooi filmpje voor jou. Dat gaat over... ik heb het genoemd vogelpoep. Ja, dat was gisteren. Dat was gisteren, gaan we even naar kijken. Even. Mama, wat ben je aan het doen? Nou, dat zal ik u vertellen. We zijn een uur eerder dicht. Ik denk, fijn, ik kan naar huis. Poepte net een vogel over mijn lek, vlat, buiten. Ja, laat hem maar. Nee, dit is niet grappig. Gewoon werkelijk waar, alles zit onder de vogelpoep. Dus ik ga alles uitwassen, morgen weer opnieuw prijzen. En bestelden jullie dan zo'n mooi pak, dan is hij al lekker uitgewassen. Nou, het is dan niet te geloven, dat wel. Dan denk je dat je vrij bent. Jij kan thuis lekker aan de was. Ik ga aan de was. Nou, echt waar. Zou ik mijn eigen nog een breuk. Met die vuilniszak. Maar dames, ik ga wassen. Fijne avond. Morgen die pakken weer een schoon en gewassen in de winkel. Ja, hoort er ook bij, hè? Ja, daar was ik echt niet in scène gezet. Nee. Ik denk, ik ga mijn rek binnen doen. En die Von zegt, die zin het als alles zit over de poep. Dus daar had er eentje overheen gevlogen. Ja, dat was niet mijn doekje op te lossen. Dus ik heb echt alles uitgewassen. Ja. Maar daar zijn dan filmpjes, daar gooi ik er dan op. En dat zou misschien een andere kledingzaak niet doen. Maar ja, hoe vaak maak je filmpjes? Ik denk 15 of 20 per dag. Per dag? Kleren uit, aan, shirtje, tasje. Die filmpjes? Dat bedoel ik? Ja. Oh. Ja, niet zulke filmpjes, maar met mijn kleren, hè? Natuurlijk. En dan komt er ook een spontaan filmpje. Ja. Als er dan iets spontaans gebeurt, dan post ik dat. Ja. En ooit ben ik met mijn hond aan het wandelen en dan post ik dat ik lekker in de bossen ben en een keer iets anders als kleding. Ja. Dan ben ik lekker met de hond aan het wandelen. Ja. Ja, gewoon eigenlijk een stukje hoek. Ja, je doet heel veel op social media. Ja, we hebben 35.000 volgers. Ruim 35.000. Dat is wel heel veel. Ja. En ik weet ook niet hoe het is gekomen. Ja. Eigenlijk. Ik zet het erop en ja. Ja. En dan heb je altijd gekeken, zijn mensen vinden het hartstikke leuk, maar je hebt altijd klagers. Ja. Ik lach dan. Ja, tuurlijk heb ik er last van. En ik trek er eigenlijk nooit zo van. Dan moet je af en toe wel eens een filmpje voorbij komen en zeggen, moeten jullie eens goed luisteren? Zo begin ik dan. Ik wil niet veel zeggen, maar... Ja, maar weet je, ik ben helemaal niet gauw boos of zo, maar ik kan me één ding verdrietig maken. En dat is bijvoorbeeld, dan zeggen ze ooit van, Demi, die doet bij mij meisje met Down-syndroom. Dat is mijn fotomodel.
mijn vriendinnetje, ik hou van de meisje. Ja. En dan zeggen ze, Natas, jij doet iemand misbruiken. Ja. En dan doet het me pijn. Ja, dat snap ik. Want dan denk ik, jullie kennen me niet. Hm. Dus je kunt er ook helemaal niks van zeggen, snap je? Ik kan maar denken, waarom doen mensen dat? Maar ja. Ja, maar het is heel makkelijk om achter je telefoontje een mening over iemand te hebben. En dan denk ik, hoef me ook niet leuk te vinden, dat is ook prima. Ik vind ook niet iedereen leuk. Nee. Maar dan zeg ik altijd de mensen, luister, er zit een kruisje aan de rechtse kant van je toestel. Daar drukte op en dan hoeven we nooit meer te zien, snap je? Ja. Dus daar heb je altijd. Ja. En dan zullen ze op jou hebben, en dan zullen ze op jou hebben, en dan hebben ze over heel de wereld. Ja, tuurlijk. Ja. Toch? Ja. Je kan niet iedereen naar de zin maken. Nee, precies. Maar dat is ook, ja, het hoort erbij, zullen we maar denken. Ja, toch? Ja, maar dan maak je dan ook een filmpje over, hè? Zeg ik van... Ja! Toch even... Ja, dat wil ik spuien, wel even laten, op een natuurlijke manier. Op een nette manier. Ja. Ooit zeggen ze, oh Natas, doe je dit en dat en dat van mij apart houden. Ja, nou graag, doe ik mijn liefde en plezier, dan hang ik apart. En dan zegt de volgende, heb je dat nog? Nee, heb ik niet meer. En dan zeggen ze 5 uur later, ja, doe trouwens toch maar niet. Ja. Daar word ik een beetje moe van. Ja. Dus dan zeg ik, s'avonds maken we een filmpje van, goh dames, dat gaan we zo niet meer doen. Nee. Ja. Ik wil alles voor iedereen doen. Dan doe een beetje normaal terug. Maar ja, respect wederzijds. Wederkerigheid, is heel belangrijk. Ja, toch? Ja, dat klopt helemaal. Ja, doe jij ook iets op social media? Nee. En ik ben blij dat ik het niet doe. Dus, ik snap het helemaal natuurlijk. Het is een andere branche. Ja, het is een heel andere branche. Maar als je zoveel, nou, ik vind het een ontzettend prestatie. Als je ontzettend veel volgers hebt. En ik hoorde net dat ze al 5 man personeel heeft. Blauw. Dat denk ik. Maar het lijkt toch leuk om jou te volgen. Je moet het toch Ja, dat lijkt me nog. Ja, dat vind ik helemaal. Jij stapt in de natuur heel veel. Ja, mooi. Maar het is gewoon, tuurlijk, iedereen. Dan een filmpje van jou, dan zie je men wel buiten. Maar het is gewoon. Laat zeggen, je moet heel veel energie om die grond te kopen. Dan moet een subsidieaanvraag gemaakt worden. Er moet ingericht worden. Er komt van alles bij kijken. En ik geniet er elke keer van. Maar er is altijd een hoop gedoe omheen. Ja. Maar je kan wel de ontwikkeling laten zien. Ja, dus ik ben vooral heel erg geboeid door het resultaat. Ja. En soms is de weg ernaartoe is soms niet altijd even plezierig en niet altijd even prettig. Maar op het moment dat het lukt, dan ben ik het net als jij gewoon vergeten. Op het moment dat het lukt, kom ik weer terug bij jou. Wij kennen jou ook van allerlei acties. Bijvoorbeeld met Sinterklaas. Ja, ik vind het heel leuk om iets voor mensen te doen. Ja. Daar zit in u of daar zit niet in. Ja. Dat vind ik gewoon heel leuk. En als ik dan hoor mensen, oudere mensen die ons land groot hebben gemaakt en nu hulpbehoevend zijn, hoe dat dan gaat in de zorg, dan denk ik, dat vind ik triest. En dan wordt er bijvoorbeeld een heel leuk iets opgezet, een bingo voor de ouderen met... de Bokselse kermis. Ja. En door corona wordt het niet meer opgepakt. Dan denk ik, waar is dit nou? Hoe bedoel je niet meer opgepakt? Toen is het gestopt? Toen is het gestopt. En toen ben ik eigenlijk een beetje boos geworden. En toen dacht ik, dat is helemaal geen moeite. En toen ben ik naar Iris gegaan van het hart. En we hebben een beetje rondgebeld. En dat was binnen 1,5 uur geregeld. En er waren 200 tot 250 oudere mensen. Ook veel eenzame oudere mensen. En dat duurt 1,5 uur en die praten er 1,5 jaar na de rand nog over. En dat vind ik mooi. Ja. En dat is dan helemaal vrijwillig, met andere ondernemers natuurlijk, want dat doe ik niet alleen zelf, hè, want mensen doen dingen sponsoren, maar daar kan ik heel blij van worden. Ja, dat snap ik. Ja. En jij wordt ook blij van die Sint, want die hebben we al de hele tijd een foto van hier in beeld. En dan gaan we een filmpje van maken. Ik zie hier echt super veel speelgoed staan. Oh lieverd, dit is bijna niks meer. Het was 4 keer zoveel. Ik denk dat we kunnen zeggen, en het kan natuurlijk iets meer of iets minder zijn, een beetje 50 personen een beetje per avond. Dus dat zijn 150 gezinnen in 3 avonden. En dan heb ik nog niet de goede doelen erbij geteld die zeg maar namens een stichting of zo zijn gekomen. Dus ik denk een 200 gezinnen. Ja. Alle mensen van Nederland zijn heel blij voor het mooie speelgoed hier staan. Echt waar, echt fantastisch. Ja, gewoon heel leuk om te doen, ja. Ja,
Heel goede actie van Natasja, echt heel goed. Met het speelgoed en nogal. Echt fantastisch dit. Echt keurig uit. Nee, lieverd hè. Echt mooi hè? Ja, dat is zeker mooi. Hoeveelste keer doe je dit nou? Hoeveel jaar al? Dit wordt het, dan moet ik jokken, het vierde of het vijfde jaar. Ja. En hoe ben je nou op zoiets gekomen? Ja, ik ben heel impulsief. Ik ben echt heel impulsief. En mijn hoofd zat altijd aan. En toen hoorde ik iemand die het financieel niet goed had. En toen dacht ik, dat is toch erg. Dus je wil kindjes, met Sinterklaas, eigenlijk geen geld hebt. Ja. Dat ging me aan het hart. En dan komt die impulsieve Natasja. Ik denk, dat ga ik eens even op mijn Facebook zetten. Ik ga vragen om speelgoed en dan ga ik gratis weggeven. Ja. Nou, wat er toen gebeurde, ja, met bussen waar we ze speelgoed brengen ja. En we geven het gratis weg. Ja, dan gaan we drie avonden daar staan en dan... Als zie je in mijn omgeving, bij vrienden en kennissen, zie je ook, ja, als er iemand jarig is, één cadeautje is niks meer. Nee. Je moet er allemaal twee of drie in denken, ja. Ja. Dus ja, die kinderen die hebben zo'n berg... En hoe leuk is het dat je het dan... naar ons kunt brengen. Wij zorgen weer voor een tweede of derde leven van dat speelgoed. Maar komen de mensen dan halen of zo? Ja, we doen dan drie avonden. En ik trek ook niks na. Ik hoef ook niks te weten. Ik geloof altijd in het goede van de mens. Ja. Ja. En als je het nodig hebt, dan ben je van harte welkom. Dat is ook een beetje schaamtegevoel dat mensen... Ja, misschien... Eerste jaar wel. Als ik weet dat mensen schaamtegevoel hebben... Dan krijg ik ooit een WhatsAppje, dan ga ik het s'avonds in het donker, dan ga ik het voor de deur zetten. Ja. Dan ben ik Sinterklaas die een zak met speelgoed voor de kindjes voor de deur zet. Maar ik hoef geen schaamte te hebben. Nee. Want weet je, je kunt allemaal ergens voorkomen te staan. Ja, ik weet niet. Dat het ooit... Nou moet halen volgende keer, is het andersom. Dat ja, en daar hoeft niemand zich voor te schamen, helemaal niemand. Ja. En ik vind eigenlijk altijd, de wereld is voor het zo hard. Dan denk ik, ik vind gewoon dat je er voor elkaar moet zijn. Ja, ik vind dat een heel mooi initiatief. Ja, maar dat meen ik ook echt serieus. Dan denk ik, ben de wereld echt te hard. Ik kan me kijken, ik zie ook wel eens mensen op tv iets doen, denk daar gemeente niks van. Maar ik kan niet voorstellen dat mensen dat van jou denken. Dan zie je het toch? Nou, ik hoop het niet, want ik hoef daar zelf niet beter van te worden. Nee, zou ik ook absoluut niet willen. Maar ik vind het gewoon leuk om voor iemand iets te doen. Ik geef liever iets weg dan dat ik iets krijg. Ja, en als je iets voor iemand doet, dan krijg je er ook wel eens een prijs voor. Ger, want jij gaat winnen in ontvangst nemen de Brabantbokaal. Dan denk ik, die is 100 meter door het bos gelopen in zijn lieslaarzen. Maar dat is niet. Nee, het is vooral voor de Brabantse cultuurprijs eigenlijk. Ik zal nog een keer iets oplezen. Waar het voor is. Het is een grote verdienste voor de bescherming en ontwikkeling van het cultuur- en natuurlandschap. Ja, punt. Ja. In mijn vrije tijd dan. Ja, nee, ik ben er heel blij mee. Ik moet zeggen, dat is... ik krijg hem 14 oktober uitgereikt. De commissaris reikt hem uit. Ik ben vorig jaar ook naar die uitreiking toevallig toe geweest. Omdat een maat van mij die kreeg uit Waalwijk. Ja, ik voel me eigenlijk wel heel erg vereerd. Toch? Ja, ja. En in oktober krijg je die van de commissaris van de Kerkzinloop? Ja. Dus dat is... Leuk. Ja. Toch? Ja. En dan krijg je toch waardering. Hè? Ja, maar uiteindelijk de meeste waardering krijg je gewoon eigenlijk. Tuurlijk is het leuk, maar wat dat betreft zijn wij denk ik toch een beetje hetzelfde. De meeste waardering krijg je in het resultaat van dingen die je doet. En daarvoor moet je de energie hebben om iets volgende keer te doen. Van alleen een prijs, dat is natuurlijk wel leuk. En dat vind ik ook heel plezierig. Ja. Maar uiteindelijk, als je in een dagelijkse omgaan en een dagelijkse dag... je energie niet kunt halen, dan red je het niet. En wat dat betreft is dat geldt voor wat Natasja net vertelde. En dat voor mij geldt precies hetzelfde. Ik haal vooral de energie en de resultaten die je uiteindelijk bereikt. En ja, jij kijkt vooral naar blije gezichten. En ik kan heel goed die ontwikkeling van die natuur zien. Waar ook weer mensen van genieten. Hè? Dus, ja, misschien de edelheid. Ik bedoel, wij zitten aan de rand van het Groene Woud, hè? Ja, dus ook. Ja, de edelheid, die, ik weet er alles van natuurlijk. En deze is gewoon allemaal een stukken die uiteindelijk veel waardering krijgen. Ja. En uiteindelijk is de natuur ontzettend belangrijk om voor de mensen, voor de manier waarop mensen zich eigenlijk een beetje gelukkig voelen. En,
Ja, en ik denk dat we leven in het Groene Woud hier en zeker rondom Boksel in een ontzettend mooie omgeving. Ja. En ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, over en, genieten gesproken, wil ik toch even naar een hot item. Een hot wolf. Item. Wanneer komt de wolf rondlopen in het Groene Woud hier? Nou, ik denk dat je dat wel loopt, want dan ziet het er wel uit. Er loopt een wolf hier in het Groene Woud bij ons. Nee, maar je moet voorstellen, die wolf die zie jij niet. En ja, zeker niet als we hier zitten. Want, ik zie wel trouwens, kijk. Ja, maar ze hebben de wolven gezenderd. En dan kunnen ze wel volgen hoe dat die is. En in het gebied waar vorige keer actief was in Kempenbroek, zat hij in het gebied die wij gekocht hadden, zat gewoon niet een wolf mee gaan. Maar ik wil eigenlijk weten wat jij ervan vindt. Wat ik ervan vind? Ja, je moet voorstellen, ik heb een boek over Velder Heerbeek geschreven. Daar zat een heel erg wolvenverhaal in. Er hebben nergens zoveel lang wolven gezeten als op Velder. En dat was lang het laatste grote bos in Midden-Brabant. En daar kwamen hebben de wolven heel lang gezeten. En die wolven zijn voor mij welkom. Want die wolven die maken daar gewoon zelf uit. Hè? Ja. De wolven zijn hier niet losgelaten. Maar die komen gewoon uit zichzelf. Ja, oké, begrijp maar kijk, ik lees vandaag ook weer op social media dat er, is dan naar volgens insiders een wolf geweest, 21 schapen gebeten of doodgebeten en dan vorige week een kind gebeten, zeggen ze, ja, ik weet het niet of het waar. Nee, dat weet ik, maar ik wil zeggen, maar is het veilig om, kan je met je kind door het bos lopen? Ja, tuurlijk, ik denk dat je veel... bang moet zijn in de winkelstraat van Natasja voor die honden. Als je ziet hoeveel honden dat er jaarlijks kinderen bijten, dan zijn er honderden, misschien wel duizenden. Ja. En dan is één keer een kind wordt misschien, ik weet niet wat er precies gebeurd heeft, lees dan in de krant dat je niet doorgebeten is. Dat komt op tv, maar dat is... Ja, want dan ga ik naar Natasja. Dat is media. Het is misschien gevaarlijk om bij jou uit de winkel te stappen en overreden te worden door een fatbike. Die kans is groter dan een wolf. Ja, denk het ook wel. Ja, maar ja. Want ik zag dat bij Omroep Brabant ook weer... Ja, maar het is ook niet alleen de fatbikes, hè. Laten we heel eerlijk zijn. Hè. Die fatbikes, ja, dat is een dingetje. Maar laten we die elektrische fietsen ook niet vergeten. Ja. Want nou krijgt de jeugd, heb ik het idee, hè. De jeugd krijgt alleen de schuld. Ja. Maar als ik ooit zie hoe die oudere mensen op een elektrische fiets rijden, dat gaat ook heel erg hard. En dan denk ik bij mijn eigen, het is niet alleen de fatbikes. Want ik heb nou gewoon het idee dat alleen de jeugd een beetje de schuld krijgt. Dat vind ik ook niet al terecht. Nee. De mensen moeten de verstand gebruiken. En in een voetgangersgebied gewoon iets zachter fietsen. Een andere vraag. De gemeente is op zoek naar een nieuwe centrummanager. Heb je daar adviezen voor hem? Nou, bij mij niet aankloppen. Dat is het enige advies. Nee, daar zou ik niet... Nee. Waarom niet? Nee, ja, ik heb het zo druk. Nee, nee. Nee, ik bedoel, maar je gaat dan iets betekenen voor de kern in Boksel. Maar heb je advies aan hem? Van nou, kijk hier eens naar. Kijk naar, zorg dat de parkeerplaatsen komen, ik noem maar iets. Oh ja, ik ben heel vaak al op het gemeentehuis geweest. Te weinig parkeerplek. De fietsers. Eigenlijk mag je in de Rechterstraat, het stukje van de HEMA en dan mijn oude winkeltje zal ik zeggen. Daar mogen geen fietsen staan. Nou, voor mij mogen ze allemaal daar de fiets neerzetten. Dan zal allemaal bij mij binnenkomen. Ja. Hek een goede dag. Ja. Maar officieel mag het niet. Maar waar moeten die mensen dan de fiets neerzetten? Nee, er zijn echt wel heel veel puntjes. Hè. Ik denk van... Ja, nou, één puntje, noem nog eens een puntje. Verkeer hebben we nou, auto's. Want kijk, ik denk ook, ja, mensen gaan tegenwoordig, het is dan helemaal zo. Die gaan niet meer op de fiets winkelen. Toch? Nou, heel veel mensen wel. Maar als ik bijvoorbeeld zie ook... Ik denk dat 70% van mijn klanten buiten Boksel komt. Oh. Dan moeten wij je voorstellen, die komen van de grote weg af. En dan willen ze parkeren. Bij de Zwaanse Brug. Ja. Nou, die zit vol. Die zit snel vol. Nou, dan ga ik geen mensen maar eens uitleggen, buiten Boksel. Mm. Hoe je dan helemaal moet rijden. Ja, je moet helemaal op. Wil je dan weer op de markt komen. Ja. Ja. Dat is eigenlijk niet te doen. Maar daar zijn ook heel veel parkeerplekken weggehaald.
En dat dat in het weekend gebeurt, begrijp ik ook voor de horeca. Maar door de week is heel dat plein leeg. Maar mijn klanten, of andere, van andere winkels klanten, die kunnen de auto niet kwijt. Nee. Dat vind ik allemaal een dingetje, ja. Maar daar roep ik denk ik al, ik denk 7 jaar. Maar je zegt, ik ben het gemeentehuis geweest, maar heb je dan de indruk, ze luisteren niet naar mij? Of? Terwijl jij toch ervaringsdeskundige bent? Ik denk op het gemeentehuis, maar dat denk ik, hè, ik weet het ook niet, dat ze meer vergaderen om het vergaderen. Dan denk ik bij mij, houd de wijgen maar eens met de goede kern bezig. Ja. En doe maar echt eens een keer iets aan het probleem. Ja. Nou, daar is dan zo'n centrummanager voor. Dat zou toch best wel kunnen werken? Als zo'n centrummanager bij jou aanklopt. En die zegt, Natasja, kunnen we eens eventjes rond de tafel, want jij hebt, ja. Ja, maar zo gaat het gewoon allemaal niet. Ik weet ook allemaal wel hoe het moet. En jij zult ook weten hoe het moet. Maar de uitvoering is allemaal niet zo simpel. Ja, ik weet hoe het moet in mijn, wat ik doe. Ja. Maar, en jij weet toch ja, hoe de klanten tevreden moet stellen, hoe de mensen naar Boksel, daar gaat het erom. Ja, maar dan denk ik, het begint er gewoon al mee, een goed parkeerbeleid. Ja, lees er niet. En dan kun je gouden stenen in het dorp leggen. En ik weet niet hoeveel geld er tegenaan smijten. Als de mensen de auto niet kwijt kunnen. Nee, maar oké. Okay. Je kent Boksel, waar moeten dan parkeerplaatsen bij? Of nou, ik heb wel eens ooit op de gemeente gezegd, gooi daar die vijver dicht. Bij jullie daar zo. Dan kunnen heel veel parkeerplekken maken. Ja. Dan zit het toch tegen de rand aan. Ja. Ja, ik denk dat ze dat op gemeentehuis niet zo leuk vinden om tegen die auto's aan te kijken of zo. Ik weet het niet. Ja. Maar ik wil zeggen, ik heb wel zo mijn ideeën. Ja, die vijver is dan weer voor de oudjes om naar te kijken. En ja. Ja, maar ik snap je ook wel. Maar verder is er niet veel plaats. Ze moeten ondergronds of zo, maar is niet te betalen. Ja, maar voor de oudere mensen denk ik bij mijn eigen. Het centrum. Er is veel geld ingepompt in de... het straatwerk. Nou, ik heb al wat verschillende oudere mensen op moeten rapen. Dat daar die gootjes zijn en als mensen fietsen, dan blijven ze met de wielen in zitten. Ja. Ja. Dat zijn de dingen waar er niet vrolijk van wordt. Maar... Nee, ik word er niet zo vrolijk van. Dan denk ik, moet eerst eens eventjes nadenken en dan een goed centrum. Maar gewoon wel bij de basis beginnen. Ja. Ja, nadenken. Bij jou ook, Ger? Veel nadenken. Ja, je moet elke keer telkens creatief zijn om allerlei dingen te doen. Ja, ik ben natuurlijk in mijn vrije tijd ook met veel dingen bezig. Ik publiceer, ik ben, zoals je net gezegd hebt, in verschillende stichtingen actief. Maar het is ook heel leuk om met die mensen te werken om een aantal enthousiaste dingen te doen, ja. Maar je loopt niet tegen muren aan als je iets wil of zo. Je denkt van jongens, hè? Want jij hebt dan er ook verstand van, zoals Natasja van haar ding verstand heeft. Heb jij verstand van de natuur van jongens? Laten we het nou zo doen. Heb je ook ja, maar ik ben daar, laat zeggen, ik ben dan ook ervaringsdeskundig. Een beetje net als Natasja ook. Ik weet wel over het algemeen de weg te vinden dat ik wel. Ik beweer naar oplossingen te gaan. En niet, ik heb problemen, die kan ik er nog wel ondertussen bij maken. Maar het gaat vooral om oplossingen. En elke keer moet je creatieve manieren vinden om dingen voor elkaar te brengen. Soms is de financiering, soms is de aankoop, soms is dat. Ja, ik doe bijvoorbeeld met Karel Voets samen al net zo lang als Natuurwerk goed bestaat, 35 jaar, zoeken wij elk jaar een locatie om de boomplantdag voor de kinderen te organiseren. En Karen is? Nee, voor Karel Voets is dat. Ja, doen wij altijd samen en we vinden al 35 jaar in Liemt elke keer een locatie waar die kinderen terecht kunnen om bomen te planten. En dat lukt elke keer. Er zijn al bomen in Liemt die zijn 35 jaar oud. Van de Natuurwerkgroep? Ja. Ja, de eerste wat we gedaan hebben was aan de Molendijk. Ik zie ze heel vaak. En toen hadden we in Liemt nog 2 scholen. Dus ze hebben zowel de openbare school als de katholieke school, die hebben beide daar samen die bomen geplant. Maar ik wil maar zeggen, het is natuurlijk vaak, je moet proberen in oplossingen te denken. En dan heb je zelf ook het meeste plezier van. Ja. En als je ziet, we hebben binnen Natuurwerkgroep Liemde heel erg veel vrijwilligers. En als wij iets willen organiseren met een Natuurwerkgroep, bijvoorbeeld het overzetten van de padden, elk jaar moet dat. Ja, ja. Dan gaat dat via de mail gaat open en dat is binnen een paar dagen is het helemaal volgetekend. Allemaal vrijwilligers. Ja, overzetten van padden is daar bij het café Groenewoud? Ja, Samendonkstraat. Ja. En die zet je over omdat ze anders plat gereden worden? Ja, omdat ze anders plat gereden worden. En dan zijn...
Het is hetzelfde als wat ik eigenlijk van mijn werk doe, maar dan in de vrije tijd. Je hebt heel veel dingen kun je niet, maar een aantal dingen kun je gewoon wel als vrijwilliger of als natuurwerkgroep. Dat doe je dan ook. En dat geeft wel. Er zijn toch veel mensen die graag iets zinvols willen doen wat bijdraagt aan een betere wereld. Ook toch? Jeugd is er veel. Dus ik bedoel, kijk, jeugd van manier van de basisschool, maar iemand van 30 of zijn het vooral weer de ouderen die moeten gaan zagen. Natuurlijk, het kan allemaal beter. Het kan allemaal beter. Ja, we kunnen uren hebben dat uren verzinnen maar, om door te praten. Heb je de indruk dat de mensen ook met kinderen en zo beseffen hoe belangrijk het is? Ja, dat wordt wel steeds beter. Een van de dingen die we met de natuurwerkgroep organiseren is opa en oma dag. Ja, je moet creatief zijn om manieren te vinden om dat elke keer voor elkaar te brengen. Om niet alleen de grijze generatie te raken, maar ook de jongere generatie. Ja, want even kort, we zitten ook bijvoorbeeld, we kunnen al uren praten, maar we zitten ook bijvoorbeeld met het stikstofprobleem. Ja. Is daar, en zeggen sommige mensen ook van, dat is flauwekul, joh, de Johan Derksen is in de wereld. Ja, maar dat kan maar zeggen. Maar wat, is het een probleem? Ja, en ik denk dat de stikstof zeker een probleem is, maar dan kun je, wat ik al zei, daar hou ik me eigenlijk niet mee bezig. De leenbossen waar ik vooral bezig ben, die zijn niet zo stikstofgevoelig. Maar als je beheerder bent van Campina, dan is het een dagelijks probleem. Omdat het leen is? Nee, omdat leenbossen van nature voedselrijker zijn. Okay. Maar als je beheerder bent van Campina, dan is het wel een groot probleem. Ik ga regelmatig met Frans Kapiteins gaan we op pad. Ja, dan zul je Frans... Laat hij dat zien in de Campina. Ja. Nee, maar dan zal hij dat hetzelfde zeggen. Maar je moet denk ik als op zoek gaan. Maar welke dingen kan ik wel doen, wat kan ik wel oplossen? De eerste club die ik oprichtte was in 1973, was Roofvogelwerkgroep Meijerij. Dat was eigenlijk precies hetzelfde, was ik 15, welk kind van 15 richt nog clubs op. En toen gingen de roofvogels allemaal dood van de gifstoffen die in de landbouw gebruikt werden. Dieldrin, aldrin, DDT allemaal, iedereen kent dat nog wel, dat hopen dode vogels op de landbouwvelden. En toen hebben wij ook met een paar jonge mensen hebben gezegd van, heel veel dingen kunnen we niet, maar een aantal dingen kunnen we wel. Voor die roofvogels die er wel zijn, kunnen we nesten maken of nestkasten. Wij hebben een werk met sommige mensen van toen nog steeds samen, met Toon Onderstein bijvoorbeeld. Wij hebben toen heel veel nestkasten gemaakt. De roofvogels En dat is niet alleen door die nestkasten, maar het is meer de manier waarop je om kunt gaan met de problematiek. Dat je kent, waar kan ik wel een stuk van de oplossing maken. Maar als je alleen maar heel dag bezig bent met het probleem te duiden, dan wordt het probleem ook nog groter ook nog. Want ik weet in mijn jeugd, als ik dan een buizerd zag, dan was echt, dan ging je heel ons gezin kijken. Hé, een buizerd. Ja, dat is zo. En nou, als je naar waar ook je naartoe rijdt, zijn we buizerd. Maar het is natuurlijk wel... Nou is een havik een soort die je redelijk vaak tegenkomt. Maar in de tijd, in 1973, was er dus geen één havik in Brabant. Ja. Geen één. Nee. Niet een paar, nul. Ja, dus het is wel... Ja. Een mooie ontwikkeling. Ik moet je onderbreken, want ik wil even terug naar Natasja. Ja, tuurlijk. Ja, ik vind het wel heel interessant. Ja, het is hartstikke interessant. Ik kan het mooi vertellen. Heel mooi. Natasja, jouw Facebook-filmpjes. We hebben er nog twee. Oké. En de ene is van Demi met de vriendinneke. Ja. En de andere is dat jij een cadeautje krijgt van een kindje. En jij mag er een kiezen. Zullen we dan eens naar Nino gaan? Okay. Van het kindje. Het kindje dat de cadeautje. Ja, want Demi hebben we net gezien. Ja. Nou, daar gaan we eens even naar kijken. Mijn dag kan niet meer stuk. Mijn grote vrienden kwam hier. En die kwam een cadeautje brengen. Hij ging op vakantie. Je bent bijzonder speciaal, echt, dikke zoen, knap, kus. Niet vallen, hè? Dat vind ik toch echt lief. En dan moet ik hem openmaken. Dat is ook meer scène. Dat was echt vanmiddag, vanmorgen. Ja, maar die nou aan het filmen is, is de diëtist. Yes, come on. Dat is een mannetje ook net op de lijn. Nou, dan wens ik jou een fijne vakantie en zullen we tegen iedereen zeggen fijne vakantie allemaal. Maar het mooiste aan de filmpje, dan denk je, daar is typisch Natasja, daar zeg jij van, ja, chocolade, ik heb al zo'n dikke kont. En die dame die aan het filmen is mijn diëtiste. Nou, ja, dat was ook echt. Daar kom ik al niet meer bij. Het was echt. Dat kindje komt al in de winkel vanaf zijn 2 jaar samen met zijn oma.
Want Kitty paste altijd op. En dan zei ze, zullen we naar de hertjes gaan? En dan zei hij altijd, we gaan naar Natasja Vesje. Dat vond hij leuk. In plaats van de hertjes? Ja, de hertjes. Ja. Dan wou hij naar de winkel. Niet naar de hertjes van Germa, maar naar de winkel van jou. Dat wou hij altijd. Ja. Maar nou zit hij voort op school, dus ja, ik zie hem niet meer zo vaak. En dan woont hij in Schijndel. En dan was je vandaag bij zijn oma en toen wou hij toch wel naar de winkel en toen had je een cadeautje. Hoe leuk is dat? Dat vind ik leuk. Ja. Dat vind ik leuk. Wat wens je nog, als je naar de toekomst kijkt, hè? Ik zal niet vragen hoe oud je bent, maar je hebt nog heel lang te gaan. Wat wil je nou nog, zou je nou nog graag willen? Ik hoop gewoon dat mijn winkel goed blijft draaien. Zoals het nu is. Dat mijn gezin gezond blijft. Zeker. En veel meer heb ik eigenlijk niet te wensen. Nee. Als alles zo gewoon zo doorgaat zoals het nu is. Dan ben ik een heel rijk mens. Ja. Ja. Ger, voor jou hetzelfde, de toekomst? Ja, eigen gezondheid en eigen kleine cirkeltje is natuurlijk sowieso het. Maar ik droom natuurlijk waar Natasja ook van droomt. Dat je dingen waar je bezig bent, dat daar groeit. En dat je daar de investeringen in doet, dat die effect hebben. Ja, maar dat betreft het zichzelf. Dit zou ook wel. Ja, wij zijn al heel druk bezig om grond te kopen, maar ik word er elke keer van verark. Maar als natuurwerkgroep dat gewoon, we hebben nou als natuurwerkgroep Liemde 200 leden. En dat is voor Liemde heel groot. En dat daar gewoon ook allemaal goed door blijft lopen. We hebben een heel leuk bestuur, nooit moeite met elkaar. En daar hoop dat, dat is ook belangrijk. Dat je gewoon ook samen leuk hebt om dingen te doen, want dat geeft uiteindelijk de energie. En ik hoop dat Moeder Natuur door nog meer mensen gewaardeerd wordt. Want uiteindelijk is dat van belang dat dat blijft. Ja. He, want de natuur wordt niet beschermd door bestemmingsplannen. De natuur wordt beschermd door mensen die het in de hart dragen. Ja, dat is een goede afsluiting. Ja. Dus ik zit eigenlijk met twee tevreden mensen. Ja, ja, ja zeker wel. Ja. En die lijken op een gegeven moment ook wel heel veel op elkaar, denk ik ook. Ja. Ja, ja. 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 Ja, jullie vinden elkaar. Ja, niet in de winkel, want ze verkoopt geen... Nee. En die kleur, nee, dat zal ook niet staan, denk ik. Maar als je de passie hebt en Je kunt eruit en je bent gezond, dan ben je een heel rijk mens. Dan kan je geld tegenop. Ik zeg altijd, je moet in de spiegel kijken en daar moet jij het vinden waar je tevreden over bent. God, dat is niet waar, wijze woorden, zeg. Nee, dat is niet waar. Jawel, je moet in de spiegel kijken. Ja, maar daar moet je goed. Als je daarmee tevreden bent, dan zijn die social vloeken die ze krijgt, die zijn dan veel minder. Ja. Die raken dan veel minder. En dat geldt andersom, want er wordt op mij natuurlijk ook gemopperd. Maar op het moment dat je zelf tevreden bent op de energie die je erin stopt, dan kun je alles aan. En je bent eerlijk, dan zit er altijd goed geld. Ja. En zo is het. Mooier kan ik je afsluiten. Ik wil je hartelijk danken voor het afsluiten van dit seizoen. En misschien elkaar weer wel in de toekomst. Misschien nog een keer aan de tafel als er weer iets heel bijzonders moois te melden. Superleuk, ik vond het gezellig. Ik kende Gerrit niet, maar het was supergezellig. Ja. Ja. Ik vond het een leuke uitzending en dan wil ik de kijkers ook bedanken voor het kijken heel het seizoen. En in september zijn we weer terug met nieuwe afleveringen van Dommeland Live. Tot dan en een prettige vakantie.